Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza opgenomen op maandag 17 september. Het is heel aardig weer in een groot deel van Nederland waar de zon volop schijnt en de temperatuur mooi is opgelopen. Alleen in het uiterste noorden en noordwesten daar is toch wel veel bewolking aanwezig en die bewolking zorgt ervoor dat het daar iets zomberder oogt en dat de temperaturen ook niet zo ver oplopen. Ja, op de neerslagradar is niets te zien vandaag. En dat is op zich prima. Morgen blijft het ook de hele dag droog. Dus dat is weer goed nieuws voor Prinsjesdag. In Den Haag kan men een droge dag tegemoet zien. En dat geldt niet alleen voor Den Haag, maar dat geldt ook voor elders in het land. Ik kom daar straks op terug. Vanavond is het rustig weer. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden als de zon ondergaat en de wind die zwakt geleidelijk aan af en die draait ook wat naar het zuidoosten. Die is vanmiddag nog zuidwestelijk. De wind wordt uiteindelijk zwak tot matig vannacht en het zou hier en daar een beetje nevelig kunnen worden. Ik verwacht geen mist voor de komende nacht. Temperatuur die daalt in ieder geval naar zo'n 12 graden in het noordoosten tot 17 graden in het zuidwesten van het land. Dat zijn dus de minima de wind die blijft uit het zuiden waaien. Ja, morgen dat wordt dan toch wel een bijzondere dag hoor... want de temperatuur gaat flink oplopen. In het binnenland kan het 28 of 29 graden worden. Ik sluit zelfs niet uit dat het lokaal in Limburg 30 graden kan worden. Tropisch warm dus. In het westen wat lagere temperaturen. Dat heeft mede te maken met de stevige zuidwestenwind die hier staat. Die is matig tot vrij krachtig. En boven zee kan de wind zelfs af en toe krachtig zijn. Windkracht 5 tot 6. En die zuidwestenwind die zorgt er dus ook in... De Den Haag voor dat het daar niet zo heel erg warm wordt. Maar het weerbeeld op zich dat is wel vriendelijk. Want er zijn flinke zonnige perioden. In de loop van de dag ontstaan er wel wat wolkenvelden. die vanuit het westen binnenkomen drijven. Ja, die wind die kan misschien wel wat lastig zijn. voor de hoedjes die gedragen worden morgen. Dus die moeten toch wel goed vastgehouden gaan worden. Ja, morgen is dus die hele hoge temperaturen, ook in het zuidoosten van Limburg, lokaal die 30 graden. En dat is op zich best bijzonder, tropische warmte in september, zo laat in september. Ooit werd het op 20 september nog 30 graden in het zuidoosten van het land. Dat is de laatste dag in het jaar dat het zo warm werd. Uh, dat was in 2003 uit mijn hoofd. En dan de dagen erna. Nou, woensdag en donderdag. Ook dan zijn er nog flinke zonnige perioden. De temperatuur loopt opnieuw op tot waarden in het binnenland 25 tot 27 graden. Woensdag en donderdag zo'n 24 tot 26 graden. Vanaf vrijdag gaat het weerbeeld wel veranderen. Er komt dan een storing vanuit het westen binnenschuiven. Zoals het er nu naar uitziet, gebeurt het al vroeg op de dag. Dat betekent dat het enige tijd gaat regenen. En daarachter zitten we in een stuk koelere lucht. En daardoor zal de maximumtemperatuur vrijdag niet veel verder komen dan zo'n 16 tot 18 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.